Suriname heeft vandaag 50 waterzuiveringsapparaten ontvangen van Brazilië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, heeft hiervoor vanmorgen het protocol van overdracht ondertekend met de Braziliaanse ambassadeur José López Mendes de Azevedo. Minister Albert Ramdien zegt dat de waterzuiveringsapparaten de capaciteit hebben om 5000 liter water per dag te produceren en kunnen onafhankelijk van stroom gebruikt worden. Dat is belangrijk in noodgevallen, maar zeker voor gebieden die ver zijn gelegen, dat ze daar ingezet kunnen worden. Zowel in het binnenland als in de kustzone. Omdat we dan in ieder geval kunnen garanderen dat ieder toegang heeft tot water, tot gezond water. Dus dit is een bijdrage, een donatie van de Braziliaanse regering. Het was in verband met de overstromingen vorig jaar. Maar uiteraard, we zien wat we vandaag zien gebeuren in de afgelopen 2-3 dagen is enorme regenval. Alhoewel het regenseizoen begonnen is, moeten we vaststellen dat er zoveel regen valt dat er weer situaties ontstaan waarbij mensen dus in problemen komen. Ambassadeur José López Mendes de Azevedo ziet deze gesten als een resultaat van een samenwerkingsprogramma met Suriname. De donatie volgt na de hevige regenbuien die het Brokopondo-gebied in het afgelopen jaar heeft gekend. The idea here is that these purifiers will be able to supply potable water to the population in those areas. And they are completely self-sustained as they work direct current, 110 to 20, but they also come equipped with solar panels. And they can process each one up to 288 liters of potable water every day. What is the cost of this? The approximate cost of the 50 water purifiers is, I believe, $130,000 in commercial value. Directeur Clifton Linga van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij zegt dat de gedoneerde waterzuiveringsapparaten eerst getest zullen worden om de kwaliteit van het water te kunnen bepalen. Dit geschenk zal Suriname volgens hem ook helpen om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen. De waterzuiveringsapparaten zijn bedoeld voor gebieden in het binnenland die niet gemakkelijk voorzien kunnen worden van schoon drinkwater.